8 tips om te bouwen aan jouw personal branding. Op onze eigen manier zijn we allemaal marketeers. Of we het ons nu realiseren of niet, onze houding en manier van doen vormt ons imago bij onze klanten, collega's en vrienden. Dat vertelt Seth Godin in een van zijn boeken. In dit boek geeft hij ons zijn toptips om jezelf beter te verkopen en te bouwen aan jouw personal branding. En in deze video geven we je een korte samenvatting. Ten eerste, kies wie je wilt zijn. Eén ding is zeker, je kan volledig zelf kiezen wie je wilt worden. Wil jij gezien worden als iemand innovatief en creatief? Wil jij een gemiddelde freelancer zijn die een gemiddelde service aanbiedt? Of net niet? Wil je iemand zijn die niet gemist kan worden? Dat kan. Het enige wat je moet doen is je keuze maken en je eraan houden. Natuurlijk is het niet de bedoeling om jezelf voor te doen als iemand die je niet bent. Je moet je richten op de lange termijn. Ten tweede, weet dat je houding een belofte is. Wanneer je jezelf voorstelt aan een klant, wanneer je een proactieve houding aanneemt, wanneer je stipt bent of wanneer je toont dat je een leidersfiguur bent in je communicatie, dan geef je signalen af. Het missen van een deadline of een spelfout maakt ook deel uit van je marketing. Het is dus aan jou om voor eens en altijd te laten zien wie je wilt zijn. Ten derde, heb de wil om dingen te veranderen. Wat hebben Nike, Starbucks en Apple gemeen dat hen zo succesvol heeft gemaakt? Niet alleen de kwaliteit van hun marketing, maar ook het verlangen om dingen te veranderen. En dat is wat je nodig hebt als je wilt opvallen. Een vierde tip is: wees consistent. Authentiek, sympathiek en transparant zijn is niet genoeg. Je moet ook consistent zijn. Mensen verwachten dat je je houdt aan de beloftes die je maakt. Dit doorzettingsvermogen is de key to succes in het opbouwen van een sterk merkimago. Een vijfde tip: ga angst niet uit de weg, maar accepteer het. Iedereen is wel eens bang. En dat is eigenlijk heel gezond. Als je nooit bang bent en als je nooit uit je comfortzone stapt, dan kan je eigenlijk beter. Probeer angst dus te accepteren en ga ermee verder. Een zesde tip: je hoeft niet iedereen te vriend te houden. Content maken, marketing doen voor jezelf of jezelf verkopen, betekent ook dat je moet accepteren dat niet iedereen je leuk zal vinden. Als sommige mensen niet houden van wat je doet of als je wel eens kritiek krijgt, zeg dan tegen jezelf dat deze personen niet je belangrijkste doelgroep zijn. Het belangrijkste zijn de mensen voor wie je waarde biedt en die accepteren wat je doet. Bepaal dus goed je doelgroep en onthoud wie ze zijn. Bouw je eigen community op. Om een community op te bouwen van mensen die dezelfde waarden hebben als jij, is de kwaliteit en de betrokkenheid van je netwerk belangrijker dan het aantal volgers op je sociale media. Wees bescheiden en luister. Om goede marketing te kunnen doen, is het belangrijk dat je de problemen van je doelgroep goed begrijpt, zodat je daarop kan inspelen. En dat betekent ook dat je bescheiden moet zijn, goed moet kunnen luisteren en bereid moet zijn om te communiceren. Ik hoop dat je met deze tips wat extra hebt bijgeleerd over hoe je aan je personal branding kan werken. Veel succes en tot in een volgende video.